eigen boontjes, even gemalen. Dat is echt een stukje lekkerder. Ik drink hem met een beetje suiker in. Geen melk, nee. Toen ik net begon met lesgeven, dan moet je je voorstellen, dat is echt ongelooflijk spannend. Want dan sta je voor een hoorcollege voor 100 man. En dan moet je in de ene ze 2 uur lang bezighouden. En ik had een les over het hart. Ik wist er echt alles van, alles op een rijtje gezet. En ik begon met mijn les en na 50 minuten was ik klaar. En ik had gewoon helemaal geen tekst meer. Meer dan dat wist ik niet. Dus toen zat ik. Ja. Dan heb ik gezegd van jongens, ik kan het nog een keer opnieuw vertellen. Of ja, jullie zijn nu vrij. In één keer alles, iedereen weg. En wat is er zo leuk aan Delft? Oh, het is een heerlijk dorp. Het heeft 1800 mensen en het heeft een heerlijke sfeer. Het is prachtig langs de Linge. Het is een van de mooiste dorpjes, vind ik, van de Betuwe. En ja, zo in het voorjaar hier zo beginnen alle vogeltjes weer te zingen. En het is echt geweldig. Ja, geweldig om te wonen. Kan je ons even de kuikens laten zien? Ja, dat zijn de kuikentjes. Die zijn eergisteren geboren. En dat grijze kuikentje, dat zat nog in het eitje en dat kon er niet uitkomen. En mijn oudste dochter heeft het eruit gepulkt. Dus die heeft geholpen bij de bevalling van het kuikentje. En de kippenboer worden, was dat altijd al een van jouw ambities? Nee, vooral van mijn vrouw. Die is weg van de beesten, de kippen, de paarden, de konijnen en de katten. Die horen eigenlijk allemaal bij mijn vrouw, ja. En de kinderen nu ook, hoor. De kinderen zijn ook helemaal weg van die kippen. Ja, leuke beestjes. Hey, je werkt natuurlijk aan de Hogeschool Utrecht. Is het niet handig om wat dichterbij te gaan wonen? Nou, ik ben in een uurtje. En van deur te deur. Dus als ik hier 's ochtends om 7:50 weg ga, dan ben ik 7:50 aan mijn werk. Het is geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Ik vind het rijden is niet zo erg. Ik heb dan lekker mijn iPad, krantje erop. Ja, dan kun je lekker rustig aan beginnen met zijn dag. Of als ik een vergadering heb, kan ik alvast even voorbereiden. Ik vind dat half uurtje de trein vind prima.